Het was een prachtige dag met een prachtige sleep. Tranen op het juiste moment bij die prachtige muziek. Jurk van Valentino. Het viel allemaal prachtig samen. De langste koninklijke kus in de geschiedenis van alle koningshuizen. Twee keer zo lang was die van William. Welkom bij de privé special 10 jaar Prinses Máxima. In 10 afleveringen bespreken we de aankomende dagen alles wat met de prinses te maken heeft. Gisteren, hoe hebben ze elkaar ontmoet? Vandaag het huwelijk. Evert, welkom. Ja, er zat nog een verloving tussen. En dat was bijna een jaar eerder. Het was best een lange tijd die ze namen om die trouwdatum vast te stellen. Dat werd uiteindelijk die magische 2-0-2-0-2. Ja. Unieke gelegenheid om een trouwdatum te verzinnen die je als man nooit zal vergeten ook. 2 februari, midden in de winter. Daar werd, heb ik later begrepen, expres voor gekozen. Omdat het verleden van Máxima's vader, er was al weliswaar afgesproken dat hij er niet bij zou zijn. Maar het was niet duidelijk of er nog demonstranten zouden komen. Al als de reden daarvoor eigenlijk weggenomen. Maar ze dachten in de winter, dan komen er veel minder mensen, ook veel minder rellen. Was het uiteindelijk de mooiste 2 februari in de hele geschiedenis van het KNMI. Maar het was ook een prachtige dag. Het was een prachtige dag met een prachtige sleep. Tranen op het juiste moment bij die prachtige muziek. Jurk van Valentino. Het viel allemaal prachtig samen. De langste koninklijke kus in de geschiedenis van alle koningshuizen. 2 keer zo lang was die van William afgelopen jaar. Dat is niet zo moeilijk volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Het was een prachtige dag. Met de stralende lucht. 1 klein incidentje met een mailbommetje tegen de gouden koets. Wat er makkelijk afgewassen kon worden. En verder was een... En de tranen natuurlijk. Ja, en s'avonds meteen op huwelijksreis. Toen doken ze op in de villa van Freddy Heineken in St. Moritz. En toen was het al lang 3 februari toen ze daar te bedden gingen. Ja, oké. Dat alles in deze special van Privé. Ja, en nog veel meer prachtige foto's, heel veel nieuws en de enige echte Máxima. Ja, dankjewel Evert. En morgen komen we terug met deel 3, de dieptepunten.